ik zit nu in de trein naar Breda, naar de Josephine Sample Sale en ook mijn zoon. Ik moest gewoon echt serieus vanochtend om 6 uur opstaan. Om 7:15 aanlopen bij het hotel. En ja, normaal gesproken is Breda natuurlijk super dichtbij voor mij. Want omdat ik gisteren in Amsterdam was blijven slapen, was het best nog vroeg. Ik heb nog best wel een paar items van vorige collecties die ik graag zou willen hebben. Dus ik hoop dat ik ze kan vinden. Het is wel altijd lastig met zo'n sample sale, want is je maat dan nog? En ja, of je het allemaal op tijd kan vinden. Het begint om 9:30 en ik wilde ook echt om 9:30 zijn. Want ik dacht, anders zijn eigenlijk alle leuke dingen weg. Maar goed, we gaan het zo meteen zien. Ik zal jullie zo meteen wel even laten zien wat ik aan heb. Het is nu buiten ook nog een klein beetje donker. Maar ja, dan zie ik jullie zo meteen als ik hem erin aan heb. Ik heb net bij de Spar heel even lekker een broodje gekocht, want ik had echt heel erg veel honger. Het is nu 9:15 en om 9:30 begint de sample sale. Dus ik ga nu eventjes richting centrum lopen. Volgens mij is het nog wel een stukje lopen. Hier moet je nog door een park en dan kom ik in het centrum. Dus dan hoop ik dat ik rond 9:30 ben. Ik ben gewoon serieus net al 3 keer aangesproken in het Engels. Volgens mij zie ik er heel erg Engels uit vandaag. Misschien komt het wel goed. Ik ben binnen en de Josephine Sample Sale is dit jaar in de Grote Kerk in Breda. Zoals je ziet staat er achter mij heel veel kleding. Het is echt een gek huis. Mama heb ik meegenomen, gezellig. Het stond echt een hele grote rij, hè? Het was echt zo super druk en het is nu 9:30, dus begonnen. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd hoe druk het nog de rest van de dag wordt. Ik heb in ieder geval een heleboel leuke dingen uitgekozen. Het was echt een gek uit. Iedereen pakte allemaal dingen. Ik dacht ook van ja, ik pak gewoon wat ik leuk vind. Dan ga ik zo meteen wel even passen en dan kijk ik wel heel even wat het wordt. Hier zo zijn alle spullen. En daar in de tas hieronder nog. En dan ga ik jullie zo meteen wel heel even showen wat ik allemaal heb. De drukte is nu een beetje voorbij. Dus nu heb ik tijd om te filmen. Al is super veel kleren. Zo erg leuk. Het is ook zo mooi. Robin had me net nog wel even een tip gegeven over een heel leuk jurkje. Met die overnieuws natuurlijk. Een heel leuk lichtroze jurkje. En verder heb ik ook zo'n leuke items. Dus dit jurkje? Ja. En ik heb een hele lelijke kikkoord aan. Kan je het zien? Ja. Nee, ik heb min zwart, maar Lieke heeft min roze. Heel erg leuk. Een beetje zwerdachtig. Ja. Hè? Ja, dus helemaal blij met allemaal mooie items. Ik ga ze thuis allemaal even showen en laten zien. En jij nog heel veel succes met werken. Maar goed, het zal wel lukken. Druk, 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 maar wel heel leuk. Ja, het is heel leuk. Ja, nou oké. Nou, ik ga alvast gedag zeggen. Tot de volgende keer. Kijk eens wie er hier is. Hier is Joyce. Super leuk om jou te zien. Ja. Ik vind het hem echt heel goed zijn. En ja, zo ongelooflijk druk en leuk. Niet normaal. Kom echt van mij dan pas. Er staan wel echt een hele rij buiten. Dus we gaan zo nog even naar rondje. Nou, misschien moet je even meegaan. Even de rij bekijken. Even mensen gedag zeggen. Want die komen ook voor jou. Ja, heel erg gezellig. Super leuk. Ik ben in Brabant. Ja. Bij de centrale locatie. Ik heb het gefilmd, ik heb helemaal rondgefilmd. Wauw. Yes, en als ik thuis ben, dan ga ik jullie sowieso even laten zien wat ik allemaal geshopt heb. Ik ben benieuwd. Wij zijn weer weg bij de Josephine Sample Sale en mama en ik hadden echt heel veel honger. Dus we zijn heel even tegenover de kerk bij Dickens & Jones gaan zitten en hebben even wat lekkers besteld. Ik heb een broodje carpaccio, een wit broodje en lekkere iced tea en dan ga ik nog lekker gewoon eten. Ja. Mijn eten. Smakelijk, mama. Goedemorgen allemaal. Toen ik gisteren terugkwam van de Josephine Sample Sale was ik echt super moe. Dus ik ben eigenlijk meteen op bed gaan liggen. Ik heb nog een beetje aan mijn blog gewerkt. En ik heb eigenlijk niet meer gevlogd voor jullie. Het leek me nog wel heel erg leuk om jullie natuurlijk de items te laten zien die ik op de Josephine Sample Sale heb gescoord. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten is Josephine echt mijn favoriete kledingmerk. Ik vind gewoon de items heel erg mooi. De stofjes, de kleuren past gewoon helemaal bij mij. Dus vandaar dat ik ook heel erg goed geslaagd ben op de Sample Sale. Op de Sample Sale waren allerlei dingen te koop van vorige collecties. En met heel veel korting. Dus dat was heel erg leuk. En ik ga jullie nu al even laten zien wat ik geshopt heb. Allereerst heb ik dit jurkje geshopt. Wat ik zelf nu aan heb. Het is een heel mooi zwerde jurkje. En het heeft 3/4 mouwtjes. De hals is wat hoger gesloten en onderloopt het jurkje wat wijder uit. Dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het ook heel erg leuk om het nu te dragen met overknee boots. En dan heb je gewoon een super gave look. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Het volgende item dat ik heb geshopt is dit blouseje. Dit is echt een heel mooi zwart blouseje. Net even iets anders dan alle andere blousejes. Want dit blouseje is see-through.
vind ik echt heel erg leuk. Zoals je het kunt zien schijnt het dus een beetje door en heeft het leopardprint. Nou, daar ben ik dol op en dan helemaal in het zwart. Aan de voorkant van de blouse zitten twee zwarte zakjes en hij is gewoon heel erg mooi afgewerkt. Doordat hij zwart is, is hij ook heel erg draagbaar. En ik... Dan dit nude kleurige jurkje. Dit jurkje zal nog heel even in de kast moeten blijven hangen tot de zomer. Want dit is toch wel echt een zomeruitje. Maar ik vond hem gewoon prachtig. Het is best wel een basic jurkje. Het heeft gewoon een A-lijnmodel en valt gewoon recht langs mijn lichaam, zou ik maar zeggen. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat het juist zo basic is. En dan is het heel erg leuk om er een jasje op te dragen en een mooi paar hakken en dan ben je helemaal klaar. Het jurkje is aan de bovenkant wat hoger gesloten. Heeft bijna een klein kolletje, zou je kunnen zeggen. En verder heeft hij geen mouwen. Aan de achterkant afgewerkt met een mooie rits. En dit is ook weer een heel erg draagbaar item. Dan dit rokje. En dit rokje vind ik ook zo echt tof. Het is gewoon precies de kleur als die over knee boots die ik nu heb van Josh V, die Elise lazen. Dus ik denk dat die samen gewoon super tof staan. Dit rokje, die lazen en dan een mooi blouseje erop. Het rokje is ook weer van suede. Ik maak het van een mooie suede look. En heeft knopen aan de voorkant. Zijn zilverkleurige knopen. En aan de zijkant van de knopen staat ook nog Josh V geschreven. Dan deze jurk. En het is best wel lastig om deze jurk zo goed te laten zien. Maar jullie zullen dadelijk wel beter zien hoe die valt als ik hem aan heb. Dit is een maxi dress. Ik vind dat heel erg leuk voor events, voor andere gelegenheden. Dat ik toch een wat langere jurk heb die echt tot de grond valt. Deze jurk heeft een klein kolletje. Heeft lange mouwen en is helemaal zwart. Aan de zijkant van de jurk zit ook van die cut-out details. Dit is spijkerjasje. En deze stond er nog op mijn wishlist. Ik dacht, ik hoop als dat ik naar de sample sale ga, dat die er dan is. En ik had hem. Er hingen er echt maar een paar van, dus ik ben echt heel erg blij. Het is een heel mooi wit spijkerjasje. Afgewerkt met allemaal mooie glittertjes en pareltjes. Ik hou ervan. Aan de achterkant van het jasje staat ook nog een hele gave tekst. On to the next, met zwarte letters geschreven. En ja, zo'n jasje vind ik gewoon echt ideaal. Het is heel erg draagbaar, het is heel erg makkelijk te combineren. En vooral in het voorjaar zal ik het heel erg veel gaan dragen. Dus dit is echt een must-have, vind ik zelf. Dan een heel leuk blauw rokje. En deze vind ik echt super cute. Hij loopt onder ook weer wat wijder uit en is gemaakt van een hele mooie glimmende stof. Het is echt een lichtblauwe kleur, dus deze zal ook nog heel even moeten wachten tot het voorjaar, maar dat is helemaal niet erg. Ik vind het wel echt een eyecatcher. Je kunt hem ook makkelijk combineren met een leuke blouse of een mooi it-shirt. En ja, dan heb je gewoon echt een hele leuke look. Aan de achterkant is het rokje afgewerkt met een mooie rits. En ja, ik ben hier gewoon helemaal verliefd op. Ik ben hier helemaal blij mee. Zoals jullie merken, word ik gewoon heel erg enthousiast van de items van Josh V, want ik vind ze gewoon allemaal super mooi. Dus... En dan dit mooie zwarte jurkje. Wat ik zo leuk vind aan het jurkje is dat het net lijkt of je een rokje aan hebt met een top erop, omdat het uit twee lagen bestaat. De bovenkant van het jurkje is gemaakt van zwart glimmend stof en glans daardoor heel erg mooi. Dat vind ik heel erg leuk. Ook heel mooi voor de feestdagen. En de onderkant van het jurkje, het rokje zeg maar, heeft van die mesh details. Een beetje gehaakt, als ik het zo kan zeggen. En aan de achterkant zit ook een hele mooie rits. Ik vind de achterkant gewoon ook super tof. Het jurkje loopt wat wijder uit. En dan als laatste dit leren jasje. Nou, wat een fijn item is dit. Dit is gewoon een hele draagbare kleur. Een mooie nude kleur. Daar hou ik van. Bij dit jurkje zou die bijvoorbeeld al heel goed kunnen. Of bij dat andere lichte jurkje dat ik had staat die ook heel erg tof. Het jasje is afgewerkt met gouden details. Het heeft hele mooie gouden ritsen. Mooie gouden knopen. Het is gewoon een hele stoere bikerjack die je heel makkelijk kunt combineren. En ik vind hem zelf echt super tof. We'll be right back.
Nou, dit waren de items van Josephie. Ik ben heel erg benieuwd welke items jij het leukste vindt. Laat dat zeker al even weten in de comments. Ik ben echt met alle items heel erg blij. En jullie zullen ze nog wel voorbij zien komen via social media als ik er een leuk outfitje mee heb gemaakt. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Wil je vaker een shoplog zien, doe dan zeker al even jullie duimpjes omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!